We leven in een geweldige tijd. Een tijd waarin ieder van ons een verschil kan maken. Klein is het nieuwe groot. Kijk maar goed om je heen, want je ziet het al hier en hier en hier. Wij richten ons op circus als middel en niet als doel. In het bedrijfsleven gebruiken wij circus als metafoor, bijvoorbeeld op teambuildingsdagen. Circus is heel breed. We doen optredens, we doen lessen, we geven workshops, we doen extra activiteiten met kinderen. Op dit moment zitten er ruim 200 kinderen wekelijks bij ons op circusles. Maar daarnaast hebben we heel veel activiteiten, bijvoorbeeld dat we in wijken op pleinen staan. En op die manier willen wij ook circus laagdrempelig houden. Dus mensen die niet geld hebben om de contributie te betalen, toch met ons idee in aanraking te laten komen. En we staan op grote evenementen. Daarmee bereiken we nog eens 10.000 kinderen per jaar. Ja, die we allemaal proberen om te laten zien wat je kan bereiken als je voor je droom gaat. Ja, als je een acrobatiek truc doet en je stort in, dat ligt niet alleen maar aan de onder. Dan doe je allemaal, ergens gaat iets mis en iedereen heeft daar evenveel schuld en ook evenveel goede dingen aan bijgedragen. En als je juist uitgaat van datgene wat mogelijk is en wat mensen kunnen, dan stimuleer je mensen in het positieve. Dus op die manier gebruiken wij circus. En ik hoop gewoon dat als wij ze dat leren, dat ze dat dan ook op het schoolplein doen en ook thuis. En zo wordt iets kleins steeds groter. En ja, samen dragen we de wereld eigenlijk. Volg je hart. Gebruik je hoofd. Triodos Bank.